Onze Roblox-relatie is klaar. Ik kan geen relatie hebben met iemand die mijn voortuin verandert in een ponyfarm. Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice jullie kijken naar deze nieuwe video. En welkom bij Bloxburg in Roblox. Doe even een blauw duimpje omhoog als jij een keer wilt komen kijken in mijn huis in Bloxburg. Want het is een fantastisch huis. Nou ja, het is eigenlijk niet eens meer echt een huis te noemen. Het is gewoon literally van alles en nog wat. Ik heb een gym, ik heb een zwembad, ik heb een of andere evil bad eend waar ik veel te veel Robux voor heb betaald. Het is allemaal hier te vinden. Welkom terug. Doe even dus een blauw duimpje omhoog zoals ik net al zei. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of ik iets met deze kledingkast kan. Ah, dat kan. Ik kan gewoon letterlijk mijn character customizen hier zo. Dat wist ik helemaal niet. Kan ik mezelf letterlijk roze maken? Oh my god. Ik heb mezelf zojuist roze gemaakt. Pretty fantastic. Nou, dat gaan we gewoon lekker zo houden. Heb ik toch nog iets, iets speciaals gedaan in deze video. Welkom terug. Welkom terug. En ik weet eerlijk gezegd niet waarom Soraya in één keer onder de douche staat. Ah, dat is waar ook. Ik heb haar een tijdje geleden permissie gegeven. Wat inhoudt dat ze eigenlijk gewoon dezelfde machtigingen als mij heeft in dit huis. Ja, dat is niet erg. Ik bedoel, het is Soraya. Het is mijn vriendin, dus ze zal er waarschijnlijk wel geen misbruik van maken. Zolang ik maar even lekker in bad kan gaan tv kijken. Ik hoop niet dat ze hem uit gaat zetten. Nee, ze is veel te druk met douchen. Ze gaat hem vast niet uitzetten. Oké, dat betekent dat ik gewoon lekker... nou, de tv staat aan, zoals ik net al zei. Waarom gaat die automatisch uit? Kijk, staat aan. Even een andere channel. Ah, kijk, koken vind ik leuk om te zien. Weet je, lekker in bad, lekker kookzendertje kijken. Soraya, ik ga het even in de chat zeggen. Soraya, ik ben nu al geïrriteerd. Stop met de televisie uit te zetten, s'il vous plaît. Oh my god, wat een irritant kind kan het toch ook zijn. Ja, goed. Laten we naar buiten gaan. Welkom bij deze nieuwe video. We gaan er weer wat leuks van maken. Ik neem even een lekker stukje eruit. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat ik gewoon in mijn eigen huis moet betalen voor een appel. $2 nog wel. Maakt helemaal geen... Nee, luierik. Een luierik zat gewoon even in bad omdat hij stonk naar vis, oké? Heeft niks te maken met luiheid. Wil je alsjeblieft... Wat is ze aan het doen? Waarom eet je een banaan uit mijn koelkast? Het is mijn koelkast. It's not yours, man. Het zal pas echt gekkenhuis worden als ze zo meteen in één keer in mijn bed gaat liggen. Nou ja, goed. Ik ga lekker naar buiten. Ik ga eens even kijken of ik hier nog wat moois kan doen. Ik zie dat mijn zwembad is uitgebreid. Soraya, heb jij mijn zwembad... Ja, ik heb ook helemaal geen zin om tegen haar op deze manier te praten. Laat ik het even vragen. Soraya, waarom is mijn zwembad 2 keer zo groot? Heeft ze nou serieus met mijn geld het zwembad zitten uitbreiden? Ik ben inderdaad $6000 kwijt. Soraya! Wie ben jij nou weer? Upbeat Emily Silva 2012? Nee, wacht even. Waar is Soraya? Ze heeft mijn zwembad... Ze ligt te slapen in mijn bed. Oké, wacht even. Weet je wat... Ah, ik begin gewoon jeuk te krijgen over heel mijn lichaam vanwege het feit dat er gewoon een laat mij slapen. Oké, Soraya, sorry hoor, laat mij slapen, weet je wat? Weet je wat, hier, licht staat uit, hopsakeetje. Oh, ik heb je alweer wakker gemaakt, wat zegt ze allemaal? Ze is geloof ik aan het schelden, want ik zie namelijk haakjes. Nee hoor, dat zal vast wel niet zo zijn. Nou, oh nee, ze gaat niks bouwen toch? Gaat ze iets bouwen? Waarom staat ze stil alsof ze iets gaat bouwen? Ze zal vast wel niks bouwen. Goed, ik ga even kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. Ik heb 2 auto's hier staan, ik dacht misschien een leuk... Hey, stop met bouwen! Soraya is aan het bouwen! Nee! Soraya, stop! Wat is ze aan het doen? Ik zie niks veranderen. Wat is ze aan het doen? Soraya! Stop met bouwen! Stop met bouwen! Wat ben je aan het doen? Nee, Soraya! Nee, mijn geld! Kijk linksonder! Stop! Stop, Soraya! Nee! Nee! Of! Stout! Heel stout! Jongen, wat is ze aan het doen? Oh my god. Ze heeft overal eenhoorns geplaatst. Oh mijn geld. Hiervoor heb ik bij een virtuele pizzeria gewerkt, Soraya. Stop. Soraya, stop. Oh my god. Oké, daar gaat mijn geld. Oké, ze is klaar. Alsof dat goed is dat ze klaar is, joh. Waarom zeg je dat zo opgelucht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 42 ponies! 42! Ben je gestoord? Ze pakt er nog eentje op! Oké. Het is op zich geinig, oké? Het is op zich geinig. Maar ook grapjes hebben zijn grenzen, oké? Goed, oké, ik heb schijnbaar een volledige kinderboerderij voor mijn huis. Is ook niks aan te doen. Wil jij alsjeblieft even weg? Blonde, upbeat Emily. Pony, zegt ze. Ja, het is inderdaad een pony. Nee, het is een varken. Nou goed.
Oh, jongens en meisjes, wat gebeurt er in hemelsnaam? Nou ja, weet je wat het is? Ik heb mijn auto's... Waarom zijn mijn auto's nu weer aan de andere kant opgespand? Ik had die net zo mooi op mijn oprit neergezet. Nou ja, goed. Laat ik er maar weer even een aantal pakken. Een aantal. Ik doe alsof ik een of andere rare olie-shite ben met 40 auto's. Nee, ik heb gewoon netjes 2 auto's. Ik ben er wel heel erg zuinig mee. Ik ga hem even pakken. Hopsakeetje, respawn. En ik ga hem even neerzetten op de plek waar ik hem voor de opname had staan. Voordat Soraya 42 ponies neerzette op mijn kosten. Jongen, jongen, nog aan toe. Oké, ik hoop maar dat ze niet aan mijn auto gaat zitten. Of aan mijn fiets, of aan mijn scooter, of aan mijn... opgesloten koe in de kelder. Ik haat koeienmishandeling daarentegen. Nou, ik ga even mijn auto uit, zolang ze die... Nee, Soraya, nee, stop. Ik ga ervoor staan. Nee, niet de auto. Soraya, nee. Ik ben zo bang dat die auto weg gaat. Ik ben hem 1 keer kwijtgeraakt. Toen kon ik hem lang niet meer vinden. Soraya, stap die auto uit. Kijk uit voor de pony, Soraya. Oh my god, pony. Play with. Wat gebeurt er allemaal? Wat is ze aan het doen? Oh, ik heb nog een pony in mijn handen. Waarom heb ik een pony... Soraya, heb jij zojuist mijn 30.000 euro auto in het zwembad laten vallen? Ze zegt nog jee. Soraya, heb jij zojuist mijn 30.000 euro auto laten vallen in het zwembad? Jongens en meisjes, Soraya heeft een daadwerkelijke mental breakdown. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ze mee bezig is. Het enige wat ik weet is dat mijn huis is veranderd in een heuse pony farm. En dat mijn freaking auto ergens op de bodem ligt. Waarom ben ik überhaupt nog zo... Waarom kan ik niet op mijn eigen laan? Wat heb je gedaan, Soraya? Ik zit vast! Ze is gaan bouwen op het moment dat ik mijn eigen stuk in wou. Oh my god, mijn hoofd zat vast. Nee, maar oké, even serieus. Zolang ze in ieder geval maar geen dingen gaat... Stond hier net geen boom? Stonden hier net geen vuilnisbakken? Hé, hey, mijn bananen, nee! Nee! Je hebt mijn bananenpijn gedaan! Niemand zit aan mijn banaan... Niemand zit aan mijn banaan. Ja, luister Soraya, ik ga nu... Ja, oké, dat inderdaad, dat is vrij raar. Ik ga nu rustig mijn eigen territorium op. Ik klik op Enter Build Mode. Ik ga naar decoratie en ik zet wat vervangens neer voor de overleden bananen. Rest in peace in de comments, overleden bananen. Ik zet even iets buiten neer. Is er nog decoration die ik buiten kan neerzetten? Ah, kijk, dit is perfect. Dit is helemaal perfect. Nu weet ze gelijk dat ze moet stoppen. Normaal gesproken zie je dit ook op de weg wanneer er iets is afgezet. Dus ik hoop dat ik heel erg duidelijk hiermee ben. Kijk eens aan. Soraya, ik weet niet waarom je aan het dansen bent. Ik ga het er even uitleggen. Die pylonnen betekenen stop. Oké, Soraya, die betekenen stop. Is het duidelijk? Ik hoop dat het duidelijk is. Waar is ze in hemelsnaam nu weer naartoe gelopen? Ik vertrouw er ook helemaal niet in mijn huis, hè, jongens en meisjes. Oké, weet je, zolang ze maar geen dingen in mijn huis gaat verkopen. Want dan word ik werkelijk wel gek. En ik denk dat ik er dan ga blokken, want dan heb ik echt geen andere mogelijkheid meer. Soraya, zou je alsjeblieft weg willen? Ik wil graag een dak boven mijn hoofd houden. Het regent, dus alsjeblieft, ga geen gekke dingen doen. Ik ga snel mijn huis in, jongens en meisjes. Ik hoop dat ik hier veilig ben voor de zeer gevaarlijke Soraya. Wat eigenlijk gewoon een mythologisch wond... Soraya? Ik vertrouw het ook gewoon niet. Waar is de voetbal? Wacht eens even. Zijn de goaltjes nou al de hele tijd verdwenen? Waarom zie ik dat nu pas? Waarom zie ik nu pas dat mijn voetbalstadionnetje is verdwenen? Ik voelde me al die tijd een of andere Messi of Ronaldo. Maar nu kan ik me niets minder voelen dan een ponymedewerker. Ja, goed. Weet je wat? Ik ga gewoon even wat nieuwe dingen kopen om ze... Weet je wat? Weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf belonen. Ik ga gewoon mijzelf belonen. Weet je hoe ik dat ga doen? Ik ga het jullie laten zien. Ze denkt namelijk dat ze met de slim af kan zijn door een auto in het zwembad te gooien. Maar ik koop gewoon een nieuw voertuig. Helemaal niks aan de hand. Ik ga naar Builder Mode. En ik ga gewoon iets nieuws kopen. Ik ga naar Decorate. Ik ga naar Vehicles. En ik koop gewoon even iets om mezelf beter mee te voelen. Oeh, een skateboard! Ik heb nog nooit eerder een skateboard gehad. Oké, ik zet hem hier neer. Zolang zij er zelf maar niet op gaat, want ik moet eerst Builder Mode uit. Hoe ga ik Builder Mode uit? Oké, ze moet niet op dat skateboard gaan. Ik denk dat ze hem niet heeft gezien. Hij staat immers voor het zwembad. Oh, hier het kruis. Oké, rustig. Niet het skateboard opgaan. Nee. Niet het skateboard opgaan. Nee, sorry. Niet in het zwembad. Oké, wat je ook doet. Niet in het zwembad. Ik ga geen skateboard opduiken. Stop. Sorry. Zo, ik waarschuw je nog 1 keer. Oké, dat mag. Oké, je mag skaten. Zolang je maar niet in het zwembad gaat. Het zwembad is namelijk een plek waar vissen leven, nattigheid en niemand wil... Oké, Soraya, rustig. Ik meen het. Als je erin valt, blok ik je. Soraya, luister, ik ga er ook nog... Als je erin valt, blok ik je. Ik ben heel duidelijk, hè. Oké, goed zo.
Luister. Wat? Ze is me zo hard aan het provoceren. Soraya, als je het zwembad invalt met het skateboard, ik zweer... Ik ga het uitmaken. Onze Roblox relatie is officieel over. Ik maak het uit. Onze Roblox relatie is klaar. Ik kan geen relatie hebben met iemand die mijn voortuin verandert in een ponyfarm. Wat? Het spijt me. Het spijt me. Jij hebt mijn voortuin veranderd in een ponykinderboerderij. Je hebt mijn auto laten verdrinken. Je hebt mijn skateboard laten verdrinken. Je hebt mijn bomen verkocht. Mijn bananen verkocht. En zoals ik al zei, niemand zit aan mijn banaan. Behalve ik. Ik moet schoonmaken en zo. Douchen. Goed. Stop. Het is klaar. Het is klaar. Het is klaar. Ik ga je blokken. Onze relatie is over. Ja, doe maar grappig. Zwaai maar. 3. 2. 1. Ze is geblokt. Als het goed is, kan ze nu niet meer mijn territorium op. Het was een zware periode. Kom, Ella, ik ga haar uitdagen nu. Nu kan ik haar uitdagen. Kom dan. Kom dan. Ah, ze kan niet. Ah, lekker voor je. Oh my god, ik vind het zo leuk. Ze heeft me de hele tijd heeft ze me lastig gevallen, jongens en meisjes. En eindelijk heb ik haar gepaybacked. Yes! Yes! Helaas, Pindakaas Soraya. Je had me niet moeten uitdagen. Ik heb alsnog wel alle ponies hier staan. Weet je wat? Ik ben een aardige jongen. Ik overhandig haar alsnog de pony. Hier heb je de pony, Soraya. De pony gaat door je lichaam heen. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ze zegt, nou, weet je wat? Weet je wat? Ik ben een aardige jongen. Is payback. Is payback? Voor wat? Voor wat is dat payback? Heb ik bij jou ooit 10.000 ponies in je tuin geplaatst? Nee, Soraya, dat heb ik niet. Dus ik snap eerlijk gezegd niet waar dat payback gedeelte vandaan komt. Voor mij te hashtag. Je moet nooit iemand hashtaggen. Nee, ze zeggen waarschijnlijk voor mij... Ze kan het niet zeggen. Oh, Roblox is haar zelfs in de weg. Waarschijnlijk bedoelt ze voor de video's die ik met haar heb opgenomen op de YouTuber 2. Ik heb haar een keer een dag genegeerd. Ik heb haar een keer een dag geïrriteerd. Waarschijnlijk, ja, inderdaad, negeren. Waarschijnlijk is het de payback. Weet je wat? Weet je wat? Ik weet niet of ik het in caps lock zeg. Laten we een deal maken. Jij stopt met een mislukte architect te zijn. Ik schrijf het ook helemaal verkeerd, maar ze snapt wat ik bedoel. Oh, ze moet me nog verbeteren. En dan mag jij mijn huis weer in. Deal. Niet slopen. Niets in het zwembad. Ai. Oké, ik ben heel duidelijk geweest. Ze mag mijn huis weer in. Oké. Nice. Wauw. Had ik er serieus eerst moeten blokken. Moesten er eerst 10.000 van dit soort dingen in mijn tuin staan. Potjandori, hopsekeetje. We maken er weer een co-owner van. Ja, inderdaad. Ik heb er 3 seconden bedenktijd over. Dat is slim. En als het goed is... Hier, kijk, het budget gaat op 0. Het spijt me, maar ik vertrouw er niet meer. Ze is weer binnen. De relatie, het is weer aan. Dan moet ik haar weer verkering vragen. Wil je verkering? Zo, wil je verkering? Wil je verkering, Soraya? Ja, is het weer aan? Nee, oké. Nou ja, goed. We hebben er wat leuks van gemaakt. Ik dank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Vond je het nou een leuk video? Even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. Abonneer ook even op het YouTube kanaal van Soraya. Want hey, ik bedoel, dat is eigenlijk ook gewoon mijn YouTube kanaal. Ik ben er ook altijd op te zien. Dus als je mij wilt zien, een grapje. Abonneer even op het YouTube kanaal van Soraya. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Adios.